Beste dames en heren van VVA. Jullie gaan nu kijken naar een geweldige documentaire over de kunstschilder Jan Steen. Veel kijkplezier. Jan Steen, geboren in 1626 te Leiden, waar hij in 1679 zou komen te overlijden. Hij was een Nederlandse kunstschilder in de 17e eeuw, de tijd van de Nederlandse barokke schilderkunst. Zijn werk is van ongelijke kwaliteit, maar mensenkennis, humor en uitbundig kleurgebruik zijn belangrijke kenmerken van zijn werk. Het dagelijks leven was Jan Steens belangrijkste onderwerp. Veel van de taferelen waren levendig, zelfs chaotisch. Dergelijke taferelen waren zo kenmerkend, dat een huishouden van Jan Steen een veelgebruikt Nederlands gezegde is geworden. Subtiele hints en vele symbolen in zijn schilderijen maken aannemelijk, dat Jan Steen de kijker niet zozeer wilde uitnodigen om het getoonde na te bootsen. Veel van Steens schilderijen refereren aan oude Nederlands spreekwoorden of literatuur. Familie van de schilder fungeerde vaak als model. Jan Steen schilderde een aantal zelfportretten. Deze doeken geven geen blijk van al te veel ijdelheid. Op de taferelen zie je geregeld een klein hondje opduiken, het betreft hier een oud Nederlands hondenras, het koikerhondje. Steen heeft zich met veel thema's ingelaten. Hij schilderde historische, mythologische en religieuze scènes, portretten, stillevens en natuurtaferelen. Zijn afbeeldingen van kinderen worden geroemd, evenals zijn beheersing van licht en aandacht voor detail, met name in textiel. Jan Steen maakte zo'n 400 schilderijen. Ook de tijdgenoten van Jan Steen waardeerden zijn werk, met als gevolg dat hij redelijk goed betaald kreeg. Hij had geen studenten, maar zijn werk zou een bron van inspiratie worden voor veel collega's. In het schilderij Het Vrolijke Huisgezin van Jan Steen zie je een woonkamer waarin van alles aan de hand is. Iedereen gaat zijn eigen gang en doet waar hij of zij zin in heeft. Op de vloer en op tafel is het een chaos. Men heeft het niet in de hand. De kinderen doen precies wat slecht voor hen is. Ze drinken en roken en niemand maakt zich er druk om. Kortom, het is een rommelig huishouden waarin geen regels zijn, waardoor orde ontbreekt. Vandaar het spreekwoord, huishouden van Jan Steen. Op het briefje wat aan de schoorsteen hangt staat de volgende spreuk, zo de ouden zongen, zo piepen de jongen. Dit is veelzeggend voor dit schilderij. Vertaald naar spreektaal betekent het, dat de ouderen het verkeerde voorbeeld geven en dat de kinderen of jongeren dat gedrag overnemen. In dit schilderij is dit duidelijk zichtbaar. De man des huizes geeft compleet het verkeerde voorbeeld in de al aanwezige chaos. Hij heft nog eens vrolijk het glas, terwijl het om hem heen een zooitje is en er allerlei dingen gebeuren die eigenlijk niet kunnen. Je ziet dat de kinderen dit gedrag overnemen. De kinderen op de voorgrond zitten uit een kandijn te drinken en het jongetje in de vensterbank rookt een pijp. De boodschap van Jan Steen was dan ook, doe dit vooral niet. Ga je niet te boven aan genotmiddelen, houd de controle over jezelf.
Dit schilderij was dus eigenlijk een waarschuwing voor de maatschappij.